fijn dat je er weer bent. Welkom bij mijn vlog. Ik sta hier buiten en ik wil het vandaag eens hebben over gereedschappen. Zoals je weet fiets ik regelmatig 's morgens een eindje voordat ik aan mijn werk begin. En ik kom dan ook andere fietsers tegen. Sommigen gewoon op weg naar hun werk en anderen die voor de sport fietsen. En ja, ik fiets eigenlijk ook voor de sport. En ik verbaas me bij een heleboel andere mensen over het gereedschap wat zij daarbij nodig hebben. Ze hebben een speciale outfit. Ja, die heb ik niet. Gewoon mijn jasje en een sjaaltje. Stelt eigenlijk allemaal niet zoveel voor. En mijn fiets? Ja, nou, laten we maar eens even kijken. Nou, daar staat hij dan. Die fiets van mij. Ja, je ziet het. Geen speciale sportfiets. Gewoon een open fiets met fietstassen. En een mand. En ja, gewoon een bel. En drie versnellingjes. En een slot om het stuur vast te zetten als die op zijn standaard staat. En voor de rest wat je nodig hebt zijn een paar benen met een beetje kracht erin. Ons prachtige Brabantse fiets- en wandelpaden netwerk. En de prachtige uitzichten over de velden en door de bossen. En dat is het eigenlijk wel zo'n beetje. Goed gereedschap is uiteraard de weg naar een goed resultaat. Maar je moet daarbij bedenken, welk resultaat wil je behalen? Waar gaat het je om? En als ik aan het fietsen ben, dan gaat het niet om de blitz. En het gaat niet om de snelheid. En het gaat er niet om of ik in de kortst mogelijke tijd de grootst mogelijke afstand kan afleggen. Want ja, zeg nou zelf, als ik heel erg hard fiets, dan zie ik dat allemaal niet, wat hier allemaal te zien is. En waar het om gaat, bij mij een soort van fietsen, is dat dat lijf in beweging wordt gezet, dat er kracht wordt gezet, dat er duur wordt ingezet, dat ik gewoon dat metabolisme eens een beetje op gang ga krijgen en houden. En dat ik fit ben. En of ik dat nou op deze fiets doe, deze die ik net liet zien, of op een of andere dure racefiets, ja, dat maakt niet uit. En ja, je denkt, waar heeft ze het nou allemaal over? Nou ja, dat gaat over borstvoeding natuurlijk ook. Daar heb je al die ingewikkelde gereedschappen niet voor nodig. Een moeder met op zijn minst één werkende borst en een willige baby is eigenlijk alles wat je nodig hebt om die borstvoeding lekker te laten gaan. Want wat wil je daarmee bereiken? Niet de blitz. Niet die prachtige sportfiets in de vorm van allerlei gadgets. Nee, je wil voor je kind zorgen. Je wil je kind koesteren, je wil je kind eten geven. Nou, daar heb je al die blitse dingen niet voor nodig. Gewoon jij en je kind. En verder, ja, hoe het eruit ziet. Ach, om wie het gaat, die vindt het niet erg. En wie het erg vindt, daar gaat het niet om. Laten we het daar maar over ophouden. Dat was het voor vandaag. Nou weet je weer hoe het zit met gereedschappen en de blitz en zo. Tot de volgende keer. Dag.